Het stuk telt een aantal hele belangrijke rollen, zoals de rol van Prospero. Dat is de rol die Mark Rietman speelt. Eigenlijk gaat het stuk over hem en eigenlijk zijn alle andere rollen bijrollen. Het stuk gaat over een man die is verbannen, op een eiland zit met zijn dochter. En door een toeval komen zijn oude vijanden langs op schepen, die zijn naar een bruiloft geweest. En hij ontketent een storm en zijn vijanden komen op het eiland terecht en hij neemt wraak op wat ze hem hebben aangedaan. Hoe laat is het? Het is bijna 6. Ah. De uur waarop ons werk voltooid zou zijn, dat zei u. Ja, dat zei ik toen ik de storm ontketende. Maar zeg eens, hoe gaat het met de koning en zijn volgelingen? Samen opgesloten, precies zoals u heeft gevraagd toen u hen achterliet. Dat is nogal wat natuurlijk, maar dat is bij Shakespeare altijd zo. Je hebt altijd gewoon een verhaal. Zoals Hamlet gaat gewoon over een prins, wiens vader is vermoord. Maar het gaat ook altijd over wat de diepere betekenis van het leven zou kunnen zijn. En daarom is Shakespeare mooi. Kom, Ariel, kom snel als een gedachte. Kom. Oh, dank je. Ik doe wat u denkt. Ja. Wat wenst u? Geest, zijn wij voorbereid op Caliban? Ja. En het stuk kent een inleiding, dat is natuurlijk iets aparts. Waarom voegt dat iets toe aan dit stuk? Nou, als je de storm van Shakespeare leest in het Engels, dan staat er op elke pagina een gedeelte met voetnoten. En dat zijn er per pagina, denk ik, 30. Shakespeare schreef simpele verhalen, maar met een diepere betekenis. En die diepere betekenis zit er soms in het gebruik van een woord of in het gebruik van een bepaalde naam die staat voor iets. In onze tijd kennen we veel van die connotaties kennen we natuurlijk niet. En een stuk als een storm kan je zien als gewoon een dramatisch stuk, een verhaal, een spannend verhaal. Maar er is ook altijd een laag wat gaat over de betekenis van wie, waarom, wat doet. En dan is er ook altijd nog een filosofische laag. En het is heel prettig om daar meer van te weten als je naar het stuk gaat. Het is niet nodig, want je kan het stuk ook gewoon zien zoals het is. Ferdinand, de koningszoon, zijn haren overeind als brandend riet, sprong eerst en riep: de hel is leeg en hier zijn alle duivels! Zo mag ik het horen. Je zit voor 20 piek, heb je een ongelofelijke avond.